Ik ga gewoonlijk voor een klantje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in een pizza ooit een kindje hebt gered? Stoofles is dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietcast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja, welkom bij Frietcast met vandaag een televisiemonument in de Koeltoog. Ze studeerde logopedie, maar kwam tot de vaststelling dat er voor haar een rol was weggelegd in de media. Via VRT, de toenmalige BRT, belandde ze bij VTM en werd ze daar een van de leading ladies van het VTM-nieuws. Vandaag is ze het gezicht van Telefacts, ambassadeur van de Sidekick Sam Academy en durft ze wel eens binnenstappen in een vakantiehuis van een BV. Of ze ook graag frituren bezoekt, wel, dat kom ik nu te weten samen met jou. Welkom, Birgit van Mol. Dag, Petra. Ça va? Ja, daar zullen niet veel over vinden, over frituren. Nee, ik denk het niet. Nee, er zijn nog geen paparazzi-foto's verschenen. Is dat iets wat je doet? Vroeger wel, maar sinds een aantal jaren eigenlijk. Ik denk als ik 2 keer in een frituur kom per jaar, dat veel is. Dus ik ben heel atypisch op dat vlak, ja. Allee. Is dit de juiste podcast? Ja. Maar mijn jongens die gaan wel geregeld. Maar dat is dan als ik niet thuis ben, bijvoorbeeld. De allereerste vraag die ik altijd stel aan mijn gast is... Als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Als ik voor die 2 keer dat ik per jaar naar een echte frituur ga... Wat niet wil zeggen dat ik niet meer friet eet... Mm-hmm. Bestel ik altijd een pak friet met zout en mayonaise. En ik bestel daar niks anders meer bij. Vroeger was dat... Amai. Ja. Vroeger deed ik daar nog een lumpiatje bij of zo. En heel lang geleden kon daar nog eens een curryworst en zo van die dingen bij liggen. Maar ik ben al sinds 100 jaar mag ik geen vlees meer eten. Dus, niet mogen? Nee, op doktersvoorschrift. Ah, ik dacht van Gaia of zo? Nee, op doktersvoorschrift. Dus ik heb, om het proper te zeggen, een constructiefoutje. Ja? Waardoor ik bepaalde dingen niet kan eten. En in het begin leek dat heel erg, maar ik had zo in de loop van mijn leven geregeld zo wel eens last. Maar ik ben dan eens ooit op vakantie geweest en ik had een tropische bacterie opgelopen en toen is het echt heel, heel erg geworden. En dan van de ene dokter naar de andere, tot iemand mij voedingsadvies gaf en zei, geen vlees, geen vis, geen schaaldieren, geen melk, geen koffie, geen alcohol. En toen dacht ik, en wat schiet er nog over? Blijkt dus heel veel te zijn. Maar dat is ondertussen bijna 30 jaar geleden, of misschien zelfs langer. Dus toen was dat echt, voelde u echt een weirdo. Allee. Ja, want het was eigenlijk nog voordat dat zo algemeen was van ik heb die allergie of die allergie. Voilà, tegenwoordig is dat absoluut niet meer abnormaal. Maar toen was dat echt zo van oké. En ik heb dat heel rigoureus moeten doen. En ik voelde dat ik geen pijn meer had als ik zo at. En na een tijd ben ik zo mijn grenzen beginnen af te tasten. Maar vlees is een absolute no-go. Vis of schaaldieren af en toe... Melk eigenlijk ook beter niet. Maar als het eenmalig is, ça va. Koffie, max 2 op een dag. Alcohol klinkt ook heel raar, maar ook bijna niet, zeg maar. Ja. Dat is voor mij niet raar. Want ja, ofwel wilde dat niet. Maar ik heb daar geen behoefte aan zelf. Ah, voilà. Ja. Tegenwoordig zijn er ook meer en meer mensen die tournee mineraal doen of die stoppen met drinken en zo. Dus nu, maar dat is ook zo. Wat was ik mijn tijd ver vooruit? Amai. Nee, toen was dat zo, echt alsof ik een weirdo was. Zo. En er waren bijna geen er waren ook bijna geen mensen die vegetarisch aten of vegan. En werd je dan geloofd? Ja, als ik het zei, het is op doktersadvies, dan was het, ah ja. Oké. Okay. Maar toen zat ik heel vaak alleen aan tafel en nu is dat, de meeste mensen hebben wel voorkeuren tegenwoordig of keuzes die ze maken en zo. Dus tegenwoordig is het allemaal normaal. Hè. Ja, want ja, bij DPG, dat mag gezegd worden. Ik vind vandaag dat dat iets mag gezegd worden, Birgit. Daar hebben ze echt wel heel lekker eten, hè. Smiddags, maar jij brengt... Ik breng meestal mijn eigen eten mee, ja. Ah ja, ik vond dat al wat raar. Maar ik durfde daar niks over zeggen. Ik denk, allee, dat is zo lekker. En dat is ook zo. Maar als er zo'n paar ingrediënten in zitten, die men niet... Soms probeer ik, hè, dan denk ik, ik ga nog eens een soepje eten. Mm-hmm. Of zo. En dan zit daar toch iets in, waardoor ik dat de rest van de dag bekoop. Dus dan denk ik, ik pak gewoon mijn eigen eten mee. En dan is dat handig. Het is echt daar lekker, hè? Ja, absoluut. Dat is, maar dat was ook een van de filosofieën. Hè, van als je mensen goed te eten geeft, dan presteren ze ook goed. Hè. Ja, dat klopt goed, ook wel, denk ik. En een goede koffiemachine en zo. Dat is machines, verschilligste. Ja. En vroeger, helemaal in het begin, lagen er zelfs nog chocolaatjes bij. Amai. Die zijn afgeschaft in de loop van de jaren. Ah, oké. Okay. Je hebt die zien verdwijnen. Ja.
Is dat ook de reden waarom je naar VTM bent gegaan? Ja. Of de chocolaatjes? Nee, wat anders. Nee. Maar ja, jij bent gestart eigenlijk... Ja, jij was logopediste. Ik weet niet of dat... Ik weet dat, denk ik, uit mijn herinnering dat jij dat was. Ik weet eigenlijk ook niet waarom dat ik dat weet. Maar ja, veel mensen weten dat waarschijnlijk niet van jou, dat je dat... Allee, dat je dat bent van opleiding. Wel, ik wou eigenlijk de studio Herman Terling doen. En ik heb al 100.000 keer gezegd, mijn ouders zeggen, stop daar nu eens over. Om dat te zeggen dat je niet mocht van ons. Maar het was zo, ik mocht niet van thuis. En ik heb dan ook niet achter de rug een ingangsexamen gaan doen of zo. En ik had van alles kunnen doen. Ik heb getwijfeld aan kine, ik heb getwijfeld aan psychologie, ik heb getwijfeld aan vertaler-tolk. Dus allee, het hadden van alle dingen kunnen zijn. Maar ik had toen ook... mijn moeder heeft ooit een oorkanker gehad. En ik, dat was nogal speciaal eigenlijk. En ik had toen ook die filmpjes gezien, Children of a Lesser God, van dove kinderen. En ik dacht van, ja, eigenlijk, waarom zou ik geen logopedie gaan doen? Dat is misschien ook nog wel een toffe job. Maar dan wou ik echt heel graag in een ziekenhuis werken. En vooral op de afdeling stem en dat soort zaken. En ja, ik wist eigenlijk al snel van, dit is het niet helemaal voor mij. Maar ik was dan begonnen en ik heb zelfs nog gedacht onderweg van, zou ik nu moeten wisselen van richting of toch iets anders doen? Of, ik was ook heilig van overtuigd dat ik nog iets ging bijstuderen. Maar ja, het leven loopt soms zoals het loopt. En ik had al in mijn tweede jaar had ik stage gedaan in het USA. Bij iemand die gespecialiseerd was in stem. En die gaf ook les in de studio Herman Terling. Dus daar kwamen ook wel mensen van de studio Herman Terling die ik dan mocht helpen en zo. En ja, dan uiteindelijk, van het een kwam het ander. Ik heb nog postscolaire stage stotteren gedaan en ik wou nog van alles anders doen. Maar toen was er een bedrijfje dat tekenfilms maakte. Chill op de Mus en Plons de Gekke Kikker. Oh, mijn jeugd. Ja, en die zochten, ja, en die zochten dus mensen om filmpjes in te spreken. En dat was een familiebedrijfje, dus ik heb daar echt zotte dingen gedaan en van alles en nog wat. En ook scenario's geschreven en zo. Maar na een jaar wist ik wil hier weg. En toen kwam er juist... Een van mijn taken was ook sollicitanten ontvangen. Dus, en dat was toen nog met een fichenbak. Nu klinkt dat echt heel oud. En ik weet dat er zo een producer van de VRT was en mijn baas zei, Liefke, is er zo niemand langs geweest? Ze zoeken daar iemand voor te presenteren. Iets met mode bij Gilles Nuiten in dat programma Look. En mijn baas zei even later, ja, maar dat is iets voor u, hè. Toen dacht ik, iets voor mij. En toen heb ik een heel gesprek gehad met die producer. En ik had natuurlijk wel woord en dictie gevolgd. Ja, ja. Trouwens, bij de papa van Andries Bekkers. Ah, echt? Ja, ja, die heeft over u verteld. Is het waar? Ja, ja, ja. Over het gezelschap van zijn vader, hè. Ja. Dat die, en dat, ja, uw naam kwam daar ook ter sprake. Ja, ik heb inderdaad bij hem dus dictie gevolgd. En toen... Dus ik speelde vroeger... Maar nu ben ik echt van een hak op de tak aan het. Ja, dat is niet erg. Dat mag, het is een podcast. Ja. Geniet ervan. Ik was ook... ik speelde toen in een jeugdorkest, maar ik was niet zo goed in muzikale, zeg maar. Dus het was al snel. Dan zeiden we aan mij van, zeg, wil jij niet die concert... De triangel. Ah. Nee, het was dwarskluit. Triangel, nee. Het zat toch iets hoger dan dat. Ik kon wel noten lezen, maar ik kon er geen poëzie in leggen. En toen vroeg ze op een bepaald moment, wil jij die concerten niet presenteren? Oké, ja. En zo is het ander gekomen. En dus vroeg die producer van de VRT, heb je zo geen video van een presentatie van jezelf? Dus ik had zo'n vage video ergens van zo een optreden dat ik gepresenteerd had. En ik heb die aan hen laten zien. En dan hebben een aantal mensen op de VRT die bekeken. En ik weet nog goed dat ik op een vrijdag telefoon kreeg van, ja, jij bent het, maandag mag je beginnen. Dus dat was zo. Amai. Ja. En ik moest dan zo mijn maten doorgeven met de lintmeter voor de styling, omdat ze dus kleren moesten uitzoeken. En dat was nog in de tijd van de fax. Dus, en we hadden zelf geen fax, dus ik moest die dan bij mensen in de buurt laten aankomen die wel een fax hadden. En ik weet dat wij dat weekend toevallig in Dardenne zaten. Dus ik heb zo wandelend tussen de koeienweiën zo al die teksten zitten leren. Allee. En maandag kwam ik dan aan op die set, maar wist ik veel. Dus dan was, dat is de make-up. Ik dacht, er loopt hier zo heel volk rond. Ja, dat is de regisseur, dat is de cameraman, dat is de geluidsman, bla bla bla. En... op een bepaald moment was ik dan klaar en mocht ik daar gaan zitten. En het was in de ultieme hallucinatie in Brussel, ik zal het nooit vergeten. En toen zei ze, ja, als de rode lamp brandt, mag je beginnen te praten. Zonder voorbereiding of iets, gewoon beginnen. En toen zei hij, is wel oké, we gaan nog een safety doen. En toen, van toen is het begonnen. Allee, ja, echt amai. Zot. Ja, vandaag wordt dat toch niet meer zo gedaan. Het hopen van niet. Een beetje voorbereiding is wel aangenaam. Allee, en dan daarna, ik heb heel snel mijn stem- en dictieproef dan gedaan bij de VRT, maar dat was toen nog anoniem.
Dus je was een nummer. En ja. Dan moest je laten horen wat je kon. En dan was er een commissie die daarover oordeelde. En dan kreeg je zo een... Ja, een door of niet door. Maar dan was het gewoon, omdat ik dus die logopedie had gedaan, was iedereen wel van, ja, het kan niet anders dan dat dit oké is. Dus dan al starten en daarna pas de officiële go. En hoe lang ben jij bij VRT gebleven? 8 jaar. 8 jaar, toch? Ja. Ja, heel fijne dingen gedaan ook, hoor. Ja, toch. Verschillende dingen, ja. Een goede tijd ook, denk ik wel. Zo. Ja, dat was wel fijn. Die periode. Ja, absoluut. Was dat zo begin jaren... Nee, wacht, hè. Jaren 90? Ja, het was zo 89. Ja, 89 is VTM, ja. Hè, is VTM gestart. Ja. Dus, dat was die periode, ja. Ja, toen was ik nog een kind. Ik zit tegenwoordig soms met collega's die zeggen, ik ben opgegroeid met u. En dan denk ik, ja, het is een hele generatie. Ja, dat is al even geleden ondertussen. Ja, voilà. Amai. En wat heeft u maar doen? Jouw man herinnert het zich nog wel. Ja, hij wel, hè. Chef techniek Herman, die weet nog. Ouder. Ja, die is nog ouder dan. Maar, ja, die is nu 61, hè. Voilà. Die is nu 61 geworden, ja. Ja, die is ook al lang bij de VRT. Allee, ja, eigenlijk nu niet meer, maar ja, toch wel... Ja, jullie zullen elkaar wel tegengekomen zijn in het begin. Zeker, ja. Ja. Nooit naar een live opname geweest van de kampioenen? Nee. Ah, nee. Nee, ik denk dat ik zelf ook veel te doen had van opnames en radio's en weet ik veel wat. Ik heb zoveel gedaan, ja. En wat heeft u doen beslissen om dan naar VTM te gaan? Was dat het geld of het eten? Ik ging eigenlijk... Dat was ook zo weer iets toevallig zo. Ik was gevraagd geweest om de voorloper van Karawiet te gaan maken, dus het jeugdjournaal. En ik zag dat helemaal zitten, ik wou dat heel graag doen. Tof. Het journaal vroeg mij toen ook een aantal mensen of dat ik niet voor het journaal wou komen werken. En toen belde VTM ook nog eens om te vragen van, wil jij bij ons niet komen om het nieuws te doen? Dus ik dacht, ineens komt het nieuws langs alle kanten op mij af, dus misschien moet ik maar eens iets gaan doen met nieuws. En ik heb direct open kaart gespeeld, omdat dat zo de periode was dat heel veel mensen weggingen. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk afgeleid omdat ik aan het denken was. Ik was toen net met TV1 op reis in Cuba. Oké. En dat was toen nog zonder gsm's, dus het was mijn antwoordapparaat. En we komen thuis en er staan zo keiveel berichten van VTM. En we dachten, VTM, wat belt VTM mij nu? En dus ik heb daar direct open kaart mee gespeeld. En, ja, dat was ook zo wel de periode dat die natuurlijk wel volk nodig hadden om hun zender... Ja, dat was zo op de periode ook. Dat heel veel mensen verwisselden van zender. Zo. Omdat er een Maleise was op dat ogenblik. En, dus ik wou eigenlijk echt gaan voor het jeugdjournaal. Maar op een bepaald moment belt degene die daarmee bezig is en die zegt, ik mag het niet maken zoals in Nederland en zoals we het hier aan het voorbereiden zijn, dus ik trek de stekker daaruit. Ondertussen was ik al volop in onderhandeling met VTM. Ik was daar gaan luisteren, dat was echt... Liggend in de auto, onder een dekentje, aankomen, heel incognito, na de kantooruren, met iemand die stond te wachten aan de lift, naar boven. En dat gebouw was ook zo totaal anders en veel jonger, frisser. Mm-hmm. En zo. Dus dat was al even zoiets van, wow, dat is hier toch echt anders. Andere dynamiek. Ja. En toen kreeg ik... toen lag daar een contractvoorstel voor 8 jaar waar het nieuws in zit. Dus ik dacht, wow, hier is echt een visie en zo. Dus ik was daar wel een beetje van geschrokken. Ik heb dat ook eerlijk gezegd aan de VRT. Ze hebben gezegd van, kijk, we willen absoluut nog even zelf een kans krijgen om jou een tegenvoorstel te doen. Dus ik heb daar ook echt op gewacht. Maar dus op het moment dat die man mij belde van, kijk, ik mag het jeugdjournaal niet maken zoals ik het wil doen, ik trek de stekker uit, dat is het moment geweest dat ik dacht, oké, maar dan spring ik. En dan nog was dat met heel veel schrik, omdat ik mij wel goed voelde bij de VRT. En ik had daar ook heel veel kansen gekregen. Ik heb daar bijvoorbeeld een modemagazine gemaakt, een huizenprogramma. Ik ben omroepster geweest, ik heb een sportprogramma gehad. Echt hele... Ja, heel divers. Herexamen dan. Ja, herexamen, ik heb echt voilà. Heel veel verschillende dingen mogen doen. Echt superleuk ook. Heel toffe mensen ook leren kennen en zo. Maar ik was 29. Ook de radio trouwens. Ik had toen Radio 2 al gedaan en Radio Donna. Toen de voorloper van M&M, de Geloof, Hoop en Liefde. Oh, ik heb daar ooit naar geschreven. Is het waar? Ja. Oh, dan heb ik die brief misschien nog ergens op mijn zolder liggen. Dat was mijn vriendinnen op kot. Ah. Ja, dat was wel tof. Ja, dat was zo zondagavond. Ja. Maar, vaak, hè. Maar ik denk dat jij toen misschien al weg was. Dat was Anne Gies, denk dat ik. Was mijn opvolgster. Ja, dat was mijn Anne Gies. Ja. Ah, ja. Dat is juist na mij geweest, ja. En ja, dat was toen... Nu ben ik echt helemaal afgeleid dat je... Ja, Donna. Van Donna. Donna. Ja, dus van alles. Echt, ik heb echt heel veel verschillende dingen mogen doen.
Maar ja, ik was 29 en het was het jaar dat ik getrouwd ben ook en dat we iets gekocht hadden, een huis of een grond we gingen bouwen. En dan was het ook, ga ik nog springen? Dan is het nu misschien wel het moment om het te doen. Dus met een bang hartje ben ik dan toch gesprongen en ik zit er nog. Ja, voilà. En ben jij iemand die gemakkelijk springt? Als u iets voorleggen van dat of dat? Ik heb wel heel vaak... Dat als er mij iets wordt aangeboden, dat ik denk, ik wil dat wel proberen. Ja. Ja. Zoals het, ja, heel vaak wel. Maar ik heb ook heel vaak ook nee gezegd. Ja. En soms is dat ook heel goed geweest dat ik nee heb gezegd. Zijn er soms dingen dat je spijt van hebt, dat je zegt van, daar heb ik nee op gezegd, maar dat was misschien wel leuk geweest? Of? Ik leef echt niet zo met spijt. Nee? Oh, dat is goed. Het is meer zo... Gelijk als Hart voor elkaar was zo'n programma. Het eerste seizoen was met Rani en met Walter Grootaars. En toen dacht ik... Tja, daar mochten ze mij wel voor bellen. Dat was zo'n programma om mensen, gewone mensen die iets bijzonders deden voor hun omgeving of die een bijzondere plek innamen in het hart van mensen in hun omgeving, die eens verrast werden. Ik herinner mij bijvoorbeeld een mama die kanker had en zij wou nog heel graag leven tot haar oudste zoontje zijn communie deed. En zij wou heel graag eens met een ballon varen. Dus toen ben ik haar gaan verrassen, terwijl ze aardappelen zat te schillen op haar terras. Leuk. En, ja, een hele babbel met haar gedaan en dan gezegd van kom maar eens mee. Vertrouw mij maar, alles is geregeld, je moet u van niks iets aantrekken. En dan waren we aan het wandelen en dan lag daar de ballon. En dan zijn we daarmee gaan varen en ja, dat is mooi. En zo heb ik heel veel toffe verhalen om te vertellen. Maar dus het eerste seizoen was zonder mij. En toen dacht ik, dat is raar dat ze mij daar niet voor gebeld hebben. En zonder dat ik daar iets voor moest doen, kreeg ik het seizoen daarna telefoon. Dan zeg ik, Birgit, wil jij dat niet doen? Ik zeg, dat is een no-brainer, tuurlijk. Is dat soms dat je denkt van, ik moet het heel hard denken en dan komt het misschien uit? Zo doe ik het niet, maar het was wel... Ja, ik vond dat zo'n no-brainer. En Rani en ik, we hebben dat supergraag samen gedaan ook en zo. Ik vond dat zo'n no-brainer. Ik dacht, natuurlijk moeten ze bij mij... Dat is evident. Ja. Ja, voilà. Dat klinkt nu heel raar, maar dat was zoiets van... Tuurlijk wil ik dat doen. Ja. Ja, nee, soms heb je van die dingen dat je gewoon 100% weet van, dat is iets voor mij. Want zoals herexamen bijvoorbeeld, ik had toen heel druk, weet ik nog, en ze hadden mij gevraagd van, wil je die screentest komen doen? En ik heb die nog bijna afgebeld toen, omdat het zo druk was. En ik dacht, ik ga dat toch maar vlug doen. En... Ik was dus totaal niet zenuwachtig, omdat het echt letterlijk tussen de soep en de patata was bij mij. En ik weet nog dat als ik die screentest had afgelegd, dat de producer toen een praatje kwam maken, zeg maar, wat heb jij gestudeerd in het middelbaar? En zo'n hele babbel. En toen dacht ik, hier is precies toch een vorm van interesse. Ik zal dat toch niet zo slecht hebben gedaan. En ik weet, toen ik het dan kreeg, heb ik achteraf gehoord van wie er nog allemaal aan die screentest heeft meegedaan en hoe mensen daar soms echt kapot van waren dat het niet naar hen gegaan was. Ah ja. Maar ja, zou jij dat dan ook hebben, stel dat het niet naar jou zou gegaan zijn? Ik weet het niet, ik was daar toen niet zo mee bezig. Ja. Omdat je geen tijd had. Ik had toch genoeg werk, dus dat was toch niet... Maar eens dat ik ervan geproefd had, dacht ik wel, dit is wel leuk, ja. Dit wil ik wel graag doen. En wie is degene die u... Want ja, je zei van, ik kwam dan op die set aan die eerste keer en je moet dan maar direct beginnen. Wie is dan de persoon die voor jou zo altijd je klankbord is geweest om dingen te leren? René liep daar al rond, dus dat was mijn man. Ja. Maar toen was dat nog uiteraard niet mijn man. En die had zo door van, hier komt een jong talentje aan. En er gaan veel mensen gouden bergen beloven enzovoort. Dus misschien moet ik die op tijd maar eens advies geven. En hij heeft mij in het begin bijvoorbeeld ook gewaarschuwd voor bepaalde aanbiedingen. Dat hij zei, in de loop van je carrière gaat dat niet slim zijn als je dat gedaan gaat hebben. Dus, dus hij was echt wel degene die je begeleidde. Ja. Dat is tof. Ja, maar... dat was perfect. Ja. Ja. Maar jullie waren toen nog niet verliefd op elkaar. Dat is gewoon echt een goede vriend. Ja, en die is 14 jaar ouder. Dus er was ook geen haar op mijn hoofd dat daaraan dacht. Maar wij hadden gewoon de klik van in het begin. En we waren graag samen en wij waren mekaars klankbord en zo. En dan, tot een paar jaar later iets gebeurde wat we alle twee niet echt hadden zien aankomen. Misschien mensen in onze omgeving wel, maar wij doen zelf niet. Dat kan gebeuren, hè, dat iedereen het al in de lucht ziet hangen en jij zelf niet. En ik weet, het was na opnames en... ik was echt zo nog een jong piepje. En ik zat daar met een chocomel na de opnames. En hij met een pintje. En we deden school. En toen keken we elkaar in de ogen. En er gebeurde iets bij mij dat ik dacht,
dit had ik niet voelen aankomen, maar er sprong zo letterlijk een vonkje over, want hij had het op hetzelfde moment, dezelfde, ja, dat was echt heel zot. Allee, jong. Ja. En tot op vandaag? Ja, maar dat was eigenlijk, want in het begin hebben wij dan geprobeerd om dat tegen te houden, maar dat ging niet. Dus ja. Ja, dat kun je soms niet, dat kun je niet tegenhouden. We waren twee magneetjes en we werden altijd naar elkaar toegezogen. En is hij dan ook met jou naar VTM meegegaan, of niet? Hij was daar voor mij zelfs. Ah, echt? Ja, hij werkte toen al bij een productiehuis dat ook al programma's maakte voor VTM. En het is eigenlijk mee hij die heeft gezegd van, maar ik voelde mij zo getrouwd met VRT. En ken dat gevoel. Gelukkig getrouwd. En ineens stond daar zo'n minnaar voor mijn deur. Dat ik dacht, wat moet ik hiermee? Ja. Zo dat gevoel eigenlijk. Ja. Maar ja, eigenlijk als je dan die stap hebt gezet, en zeker als je dan, als je man daar dan ook is, is dat wel fijn. Ja, maar ik wou vooral ook, ik had een bepaald imago, ik had bepaalde dingen opgebouwd en ik wou dat ook vooral kunnen mee blijven nemen bij een commerciële zender. Dat was voor mij toen heel belangrijk ook. Ja, dat is wel gelukt, hè? Nee? Ik hoop het. Jullie het? Grotendeels, denk ik. Ja. Ja, maar dat is toch zo. Allee, jij bent toch iemand, als je denkt aan VTM, dan denk ik toch wel zeker aan u. Koen Wouters zijn aan u. Heb je dat nu nog altijd? Voelt je dat ook nog altijd, van dat je zo bij, bij VTM, bij de club bent? Want ja, nu ben je al wat ouder, hè? Dank u, Petra. Ja, ik ook, hè. Ik ben ook ouder dan 20 jaar geleden, hè. Ja, ja. Ja, dat is wel... Je evolueert mee, maar het medium zelf is heel fel geëvolueerd. Dus ik heb nog altijd een programma op de televisie, lineair kijken, Telefact. Maar het zit ook op VTM Go. Maar ik heb ook online reeksen gemaakt, zoals je bij de inleiding zegt, dat vakantiehuis bijvoorbeeld. Ja. Ik heb ook podcasts mogen maken. Ik heb van alles mogen doen, dus... Je evolueert mee met het medium en dat vind ik zo prettig als je deel van het meubilair bent ondertussen. Ja, bij radio heb je dat daar ook gedaan? Nee, wel occasioneel. Dus ik weet bijvoorbeeld een jaar na de aanslagen, wou ik wel echt weten hoe is het nu met die slachtoffers. Ik wil een aantal van hen aan het woord laten komen, dat ze echt eens kunnen vertellen hoe het voor hen is. En ik had daar ook Erik de Zwaar, traumapsycholoog, bij gevraagd. En we hebben toen een uitzending op Joe mogen maken, avondvullend daarover bijvoorbeeld. Dus, ik vind Joe ook wel bij u passen. Of zo. Ja, en ik heb ook dingen voor Q gedaan, maar dat was dan meer gerelateerd aan Rode Neuzendag en zo. Ja, ja, dus zwaar. Zulke zaken. En af en toe in programma's gezeten of is iemand vervangen of zo. Maar dat was niet bij Q, dat was dan eerder bij Joe wel eens. Is de Geloof, Hoop en Liefde show, als het Back to the 90s was. Dus zo van die dingen. Dat is wel fijn, ja. Leuk. Ja, het heeft eigenlijk bij jou ook altijd wel de dingen dat je doet met mensen te maken. Hè? Ik denk dat eigenlijk zo, als je het bekijkt, die logopedie in de tijd was ook een keuze voor mensen. En ik heb inderdaad een aantal programma's gedaan waar je een soort van wegwijzer bent kunnen zijn voor mensen. Of mensen met elkaar hebt kunnen verbinden. En de Geloof, Hoop en Liefde show was eigenlijk begonnen als een programma om mensen over hun passie te laten spreken. Maar er werd al gauw mensen die brieven schreven van mijn lief heeft mij laten zitten en mijn grote passie is verdwenen uit mijn leven. En dan waren er mensen die begonnen te reageren. Ah, ik versta, ik heb het ook voor gehad. En we zijn dan zo begonnen met de echte blind dates. De Donna date heette dat toen. En er zijn heel veel mensen bij elkaar gekomen. Getrouwd, kinderen gekregen, dankzij die show. En af en toe krijg ik nog zo eens een kaartje van iemand die zegt van kijk, ons zoveelste kleinkind is geboren of... Allee. Ja, we hebben elkaar destijds nog leren kennen door u en het is wel fijn om te horen. Dus eigenlijk die psychologie dat je niet gestudeerd hebt, komt daar toch wel aan te pas, lijkt me dan. Ja, psychologie krijg je ook een beetje als je logopedie doet. Ja, dus maar ik bedoel, voilà. Maar ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen en in de verhalen van de mensen. En ik ben dat nog steeds. En ja, dat is iets wat zo in mij zit en je kunt dat ook niet negeren of zo. En van wie heb je dat? Mijn papa is ook psycholoog. Ah. Ook, hoor mij zeggen, dat is omdat jij zegt. Ja. Ziet, zit er toch in, zo? Nee, mijn vader is psycholoog van opleiding, maar hij heeft het ook niet zo lang gedaan. Maar dus dat maakt wel dat er thuis een klimaat was, als er dingen waren, dat je er altijd over kon spreken en zo. Ja. Doe je dat ook met jouw kinderen? Want je hebt een zoon en dan jouw man, die had ook al een zoon. Hè? Ja. Dus ik noem dat ook jouw zoon. Hè? Zonen. Die is al de deur uit, die is een pak ouder, hè? Ze schelen 18 jaar. Ja, voilà. Maar ja, dat is wel iets... Allee, je hebt zo van die gezinnen dat er heel veel besproken wordt. Wij doen dat thuis ook aan tafel en zo. Ik vind dat echt superbelangrijk dat kinderen dat ook doen. Ja, maar niet iedereen pikt dat even snel op of even gemakkelijk op. Maar dat is dan ook het voordeel van met de Nederlanders samen te zijn. Ah, ja. Die hebben ook heel vaak zo van spit it out. En ik vind dat heel goed werken eigenlijk. Ja. En op dat vlak heb ik heel veel geleerd nog van mijn man. Is het waar? Ja, omdat wij als Vlamingen vaak zeggen zo... Een voorbeeldje, hè? Dan zegt hij, wat is er? En dan zeggen wij, niks.
En ik, ja, als er niks is, doe dan gewoon. En anders, als er wel iets is, zeg het dan. Ja, maar je gaat het niet leuk vinden. Ja, en dan? En dan, oké, okay, dan zeg je het. En dan zegt hij, was het nu zo moeilijk? Nee. Oké, okay, we gaan het nu bespreken en we gaan er iets aan doen. En dat heb ik echt wel van hem geleerd, denk ik. Want thuis was er veel bespreekbaar. Ik had ook twee zussen, een toffe mama. Dus onderling of met de beste vriendinnen en zo kon je ook... Vriendinnen en vrienden kon je ook al heel veel bespreken, natuurlijk. En dat brengt mij ook altijd terug bij Rode Neuzendag. Er was ooit een baseline, het scheelt als je deelt. Ja. En ik merk dat nu ook met de Sidekick Sam Academy. Hè, die is nog opgericht met het laatste geld van de Rode Neuzendag. Het is eigenlijk de bedoeling dat, dat in elke school er minstens één leerkracht is die echt een warm aanspreekpunt kan zijn voor jongeren. Mm-hmm. En die jongeren met issues... probeert te helpen of naar juiste instanties verwijst of zo. Dat is heel kort samengevat. En waarom begin ik daar nu over? Omdat heel vaak, we nemen podcasts op in scholen en zo. Mm-hmm. En heel vaak, als de jongeren zelf aan het woord komen, is dat ook zo vaak nog altijd het advies. Praat erover met iemand. Of weet dat er ergens iemand is die kan luisteren naar jou. En dat blijft een gouden raad. Mm-hmm. Ja, dat is... superbelangrijk. Maar soms zie je het niet. Hè? Dat is zo, nee. Maar dat is ook misschien soms wel zo dat, wat je zegt, dat Vlaamse, zo van, ja, er is niks. Hè? Mm. Zo dat wat opkroppen. Hè? Maar ja, jij bent niet dat type. Niet meer, dat is er uitgegroeid, denk ik. Nu, thuis was er ook al een openheid, maar ik heb toch nog heel veel geleerd van mijn man op dat vlak. Amai, dat is wel fijn. Ja, ja, dat is echt waar. En die Sidekick Academy, ben je daar heel vaak mee bezig? Ja, toch wel. We nemen maandelijks sowieso een podcast op ook. En tegenwoordig gaan we naar de scholen zelf. En dat gaat altijd rond thema's die spelen bij... ja, waar jongeren mee te maken hebben en dus leerkrachten ook. Mm. Bijvoorbeeld veilige grenzen stellen, als het even donker wordt. Wat zit daar nog bij? Ah, ook echt wel zelfzorg voor leerkrachten hebben we ook gedaan. Armoede? Armoede is er ook geweest. Ja, nou ja, daar zijn er heel veel. En we hebben een beetje moeten zoeken naar de formule. Maar tegenwoordig gaan we dus met één specialist in een school... En dan nemen we daar een podcast op van een uur ongeveer. En dan is het aan de leerlingen en aan de leerkrachten die daar zijn om vragen te komen stellen. Dus echt de vragen waar ze mee zitten, rechtstreeks aan de specialist in kwestie. En dat werkt heel goed. Ja. Dat is toch nog altijd wat je in de logopedie... Alleen maar dan, je hebt dat wel vertaald dan naar je eigen mediacarrière. Ja, dat is wel tof. Maar dat is ook allemaal zo gekomen. Ja. Zo. En dat is ook nog voortgevloeid uit het... Het ambassadeurschap van Rode Neuzen, ik vond dat ook... Dat was ook zoiets dat ik dacht, ja, natuurlijk, kom er bij mij aankloppen om Rode Neuzen mee te doen. Ik wil niet liever. Ja. En dat is zo wat gebleven. Wat is het meest fijne dat je ooit gedaan hebt? Wat steekt er zo voor jou bovenuit? Want je hebt echt zotte dingen gedaan. Ja, je zei daar net voordat we begonnen, ja, dat staat niet op deze podcast. Van, iemand sprak mij aan van, ja, toen in het Sportpaleis en dat je het zelf al niet meer wist. Ja, dat is ook zo. Ik heb zo verschrikkelijk veel gedaan... dat je soms ook dingen vergeet. En het is pas als mensen zeggen, weet je nog toen, dat je zegt, oh god, ja, dat heb ik ook nog gedaan. Maar ja, we spreken hier over november 89 tot nu, dus dat is al even, ja. Dus ik heb heel veel toffe dingen gedaan. Maar een van de leukste dingen voor mezelf was om grenzen te leren verleggen, was dat sportprogramma bijvoorbeeld. Heb je daar iets mee met sport? Ja, ik beweeg graag. Ah, ja. Maar ik ben geen atleet of zo, maar ik beweeg wel graag. En ik vond dat ook heel goed om onze grenzen te leren verleggen. Dat was dus samen met Alexandra Potvin van Joe. Zij was gewond geraakt bij het hondensleeën. En dus hadden ze iemand nodig om af te wisselen. Want het was om de week eigenlijk naar het buitenland gaan, vooral het buitenland, weinig binnenland, om, wat ze toen noemde, een extreme sport te gaan beoefenen. Mm-hmm. En ik heb daar bijvoorbeeld parapente gevlogen. Dat is zo tof. In Oostenrijk was dat. En dat was zo fantastisch. Dat is echt vliegen. En ja, dat is... Dat kun je niet beschrijven. Zat je daar alleen? Alleen of met iemand samen? Ik heb wel een duo vlucht gemaakt met iemand. Ja, en die zag dat ik er goed tegen kon. Dus die begon te spinnen en te spinnen. Toen kwam mijn maag naar boven. En ik had zo een bodycam aan. Dus ineens zei die man, was in het Frans, ouvre tes jambes, want er was geen doekje bij. In de lucht zo. En we zijn dan ook nog in een doel geland op een voetbalveld. Allee, dat was echt wel zot. Maar ik heb dus ook een hele middag een berg afgelopen en iedere keer in dat stoeltje en dat ding omhoog gooien en zo. Dus ja, maar ook speleologie, ballonvaren, ben ik ook moeten gered worden van op een bergtop. Dat waren altijd zo avonturen. We hebben iedere keer wel iets
beleefd. Diepzeeduiken in de Rode Zee en zo. Allemaal voor het werk. Dus dat was een nachtduik. Allee, maar iedere keer is daar wel iets fout gelopen. Dus als ik daarover begin, dan zijn we overmorgen nog bezig. Dat was dus heel tof voor mezelf om mijn grenzen te verleggen. Mm-hmm. Omdat ik iedere keer wel minder knikkende knieën had en dacht, tuurlijk durf ik dit. Of tuurlijk ga ik dat doen. Ah, je denkt dat ik dit niet kan? Kom op. Zal eens iets laten zien. Ja. Dus dat was... Ja, ik verlegde daar wel zelf mijn grenzen nogal. Maar als het is naar mensen toe, dan vond ik Hart voor elkaar bijvoorbeeld wel heel tof. En de Geloof, Hoop en Liefde show. Maar ook zo verslag kunnen uitbrengen ter plaatse, als er echt iets groots gebeurt, is ook fijn. Mm-hmm. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de koninklijke huwelijken in Londen. Of in Groot-Brittannië, moet ik eigenlijk zeggen. Want er waren er ook op andere plekken. Dus en was je daar ook bij? Ja. Oh, dat is wel tof. Ja. Dus dan sta je daar op die internationale perstribune. Echt maar er zo op te zien. En als je dan op een bepaald moment met Harry en Meghan, die kwamen buiten gereden. En toen zei ik ook van, kom even naar mij. Want ik denk dat ze nu achter mij gaan passeren en ik ga eens proberen hem te wuiven. En je wuift en die wuiven terug. Dan denk je zo. En heel de wereld ziet die wuiven en dan weet je gewoon... Okay. Dat is op mij. Ja, maar er is ook een beeld van dat bewijst dat naar mij is. Ja, ja, echt waar. Dus dat bestaat, dat beeld. Maar je bent daar wel op dat ogenblik. En, dat ze, en ook bij Harry en Meghan... Nee, wat zeg ik nu? Ja, Harry en Meghan heb ik al gezegd, maar William en Kate was zo... Ja, dat was heel groot. En je voelde zo ineens al die helikopters en al die ramen die opengingen en al die snipers die daar kwamen. En dan kwamen de Beckhams aan. Heel half Londen riep toen, ah, David, Victoria. En je ziet dat allemaal gebeuren. Je hebt ook inkijk in die koets van die queen toen, die zo een dekentje over haar benen had liggen, omdat het dan toch koud was in die koets, blijkbaar. En zo. Ja, dat is... Ik noem nu die huwelijken, omdat dat toevallig iets was waar ik bij was. Dat is geschiedenis, hè? Dat gevoel heb je dan wel als je daar staat. Dat je echt ergens staat waar geschiedenis wordt geschreven. Ja. En dat is wel fijn. Ik ben tijdens de trouw van... Meghan? Nee. Ja, Meghan. Nou, ik ben blij dat jij ook moet nadenken. Ja, die meisjes lijken ook een beetje op elkaar met dat zwarte haar. Nee, ben ik naar de Sphinx voorgegaan. Dat herinner ik mij nog. Dus ja, ik was er niet live bij. Maar ja, dat is zo geregeld als er echt iets groots gebeurt. Ja. De ontsnapping van Dutroux. Dat is ook zoiets. Je weet wat je aan het doen was, je weet... En wat moest je dan doen? Zat je in de studio? Of? Ik was net een maand aan de slag op de nieuwsredactie. En ik had toen normaal de flash. Dat was het nieuws van 5:45. Maar ik voelde mij te onzeker toen, omdat ik was een maand bezig. Ik dacht, ga ik hier verslag van uitbrengen? Ook omdat daar toen geen computers op de set stonden en zo. Ah ja. Dus ik weet toen dat Marc Dupin heeft dan dat nieuws van mij overgenomen. En ik moest dan de telexen in het oog houden. Dat waren geen telexen meer uit zo'n machine, maar dat was al uit de computer. En ik weet dat ik dan met fluostift moest aanduiden wat er allemaal gebeurd was. En dus Mark zat aan een tafeltje zoals dit. En ik weet dat ik dan echt op handen en voeten moest kruipen tot aan die desk. En dan zo dat papier daar zo opleggen. En dan zei Mark, ja, en we vernemen hier zo pas. Of een pas binnengelopen bericht. Dan dacht ik, ja, het is binnengekropen. En dan om 7:00 moest ik echt het nieuws doen, samen met Mark de Mesmaker. En ik weet dat de toenmalige baas zei, we gaan 10 minuten eerder beginnen. Dan gaan de kijkers al bij ons zijn en dan gaan ze bij ons blijven. Maar 10 minuten is in de journalistieke wereld soms een wereld van verschil tussen een reportage die klaar is of niet klaar is. Iemand die live moet gaan die klaar staat of niet klaar staat. En opvullen ook. Allee. Dat was het dus. Dus Mark en ik, wij kwamen om beurt in beeld. En er was maar één reportage klaar. Dus wij moesten zo heb ik het toch in mijn herinnering. En toen kwamen wij om beurt in beeld en moest je zo beginnen, ja, voor de mensen die pas ingeschakeld zijn, blablabla. Bla, bla. En ja, en dan keken wij zo naar elkaar. Oké, en neem maar even over. En dan moest help ik terug mij. Over. Ja. Goh, ik weet, en na een tijdje begonnen die reportages wel binnen te komen en stonden de livers klaar en zo. Maar ik kwam van de set en ik denk echt, ik had oksel verstot en met, denk ik. En toen zeiden ze tegen mij, welkom bij het nieuws. Ah ja, voilà. Dus dat was echt het eerste grote nieuwsfeit wat ik gedaan heb. En dan achteraf bedenk je, ah ja, ik was daar. Of de aanslagen in Brussel. Ik heb ook op die set gezeten toen, op die onwezenlijke dag. Er zijn zoveel momenten geweest ook. Zijn er bepaalde momenten geweest dat je ook zo je emotie moet uitschakelen? Als je iemand bijvoorbeeld kent, die is overleden. Of ja. Ik zou nu niet zeggen de Queen van Engeland, die hebben nu niet persoonlijk gekend. Maar het is toch wel vaak... Ja, het kan ook dichtbij komen, nieuws. Het is ooit gebeurd dat iemand van mijn familie... En ik wist op dat ogenblik niet dat iemand van mijn familie was. Dus dat ik een ongeval had moeten aankondigen. En een brand achter de hoek
Dat was echt om de hoek bij mij thuis ook. En mijn moeder belt dus naar het nieuws en ze zegt, zeg, je weet toch wie dat ongeval is? En toen heb ik gevraagd om mij te vervangen voor het volgende nieuws, omdat ik dat echt niet kon. Allee. Ja. En ik heb het ook één keer gehad dat ik er bijna begon te huilen op de set. En dat was bij het afscheid van een van de founding fathers van VTM. En je ziet dan al die collega's die daar zitten. Je ziet hun verdriet, je kent hun verdriet, je voelt het mee. En ik weet nog goed dat Clouseau toen in de kerk aan het zingen was, afscheid van een vriend, of in de kerk, of in die aula, want ik denk niet dat het een kerk was. Afscheid van een vriend. En ik weet dat ik mentaal daar zat. Dus ik was zo in die monitor aan het kijken. En ik had niet gehoord dat iemand in de studio aan het aftellen was dat het bijna aan mij was. En ineens zie ik mezelf in die monitor in beeld komen. En ik, het is aan mij. En ik heb toen echt moeten duwen om daar door te geraken. En ik voelde zo iedereen in die studio stil worden. Dus ik dacht, oei, iedereen zit hier nu van, geraakt ze erdoor of niet? En ik voelde mij zo beschaamd daarna. Ik dacht, ik mag geen emotie tonen als nieuwsanker. En ik was nog niet van de set of de 40-40's en allerlei berichten liepen binnen van mensen die zeiden, wauw, we zijn zo blij dat we de mens hebben gezien. Dat nieuwsankers ook mensen zijn. Ja. En dat we vanaf nu weten dat jullie ook emoties hebben. En ja, echt? En dus daar is zo positief op gereageerd, maar ik heb toen gedacht, never again. Dit wil ik nooit meer meemaken. Dus ik weet nog goed, dat was eens een gijzeling in een school in Beslan met allemaal kinderen. Mm-hmm. Ja, en kinderen, dat komt sowieso binnen. Ik weet dat ik toen ook dacht, ik moest live op de set zeggen wat daar aan het gebeuren was. En af en toe kreeg ik dan info die ik daarin moest verwerken. En ik weet dat ik toen ook dacht, van ik mag er niet te diep in gaan. Ja. Want ik wil het nooit meer voor hem. Het is ook maar één keer gebeurd. En wat is dat bij u? Krijg je dan ook een krak in je stem? Want daar zou ik bang van zijn, dat bijvoorbeeld mijn stem begint te trillen of zo. En dat je dan weg bent, hè? Ja, het is echt op techniek dat je daar dan doorgaat. Ja. En op wilskracht en op jezelf van alles in babbelen. Dus ik voelde mijn ogen beginnen te tranen. Dus ik dacht, ze mogen er niet uitkomen en je stem moet goed blijven en goed blijven ademen en niet hoog beginnen te gaan en dat soort dingen. Dus dat was echt puur op techniek en op wilskracht dat ik dacht, nee, niet. Ja. Ja. Maar eigenlijk is wel, Birgit, wat jij nu zegt, misschien toch ook wel zo de nieuwslezer heeft de voorbije jaren toch ook wel een evolutie gekend, hè? Zo, absoluut. Die persoon. Ja. Dat mag wel, die mag al eens humor hebben of een slik, zo een slikje geven. Maar het mag ook niet te veel zijn. Nee. Of niet, het moet in de eerste plaats iemand zijn die niet te veel afleidt. Je bent een verhalenverteller en je moet dat zo neutraal mogelijk doen. En zo degelijk mogelijk en goed geïnformeerd mogelijk en zo. Dat zijn allemaal criteria en je mag niet te veel constant die mens zien erachter. Ja, dat vind je vandaag ook nog altijd belangrijk. Ja, ik vind dat wel, ja. Want dat gebeurt nu toch best wel met humor of maar zo? Kleine dingetjes. Hè? Ja. En soms is het ook gepast. En ik heb ook wel eens de slappe lach gehad. Danny Verstraten heeft mij ooit de slappe lach bezorgd. En dat willen mensen ook zien. En dat fragment duikt zo af en toe bij een of ander overzicht wel eens op. Nu, dat was ook een climax waar we al naartoe aan het werken waren achter de schermen. Want je ziet ook heel vaak niet wat er gebeurt. Wat de aanleiding was. Ja. En er waren zo al wat lichtere items geweest. En Danny hield zich altijd aan de afspraak wie zou praten in de camera. Omdat er stond een verdeling in. Dat is handig voor de regie, handig voor de mensen zelf. En ik weet dat ik mijn mond open deed om iets te beginnen vertellen. En Danny nam over en die zei, ik ga het zeggen, Birgit, het was juist de verkoop van het decor van het Rad van Fortuin. Ah, okay. Ja, en dat had ik dus nooit van Danny verwacht. Dus dat was zo totaal verrassend dat ik dus in de lach geschoten ben en in de lach dat nieuws heb geëindigd. En dat was oké. Ja. Dat kon wel op dat ogenblik. Maar toch. Ja. Dat brengt ons wel een beetje bij wat jij vandaag goed doet, is coachen. Mm-hmm. Van mensen. Wie zijn de mensen die jij coacht? Oh, heel veel jonge mensen bij ons, nieuwe talenten. Maar als ik zo optel, als ik zo naar schermgezichten kijk of stemmen hoor inlezen, denk ik, ah ja, die is ook bij mij. Ah ja, die heb ik ook. Echt? Dus het zijn er toch al wel wat. En het bedrijf, je weet, we zijn ook actief in Nederland. Hè? Dus ik coach ook geregeld mensen in Nederland. En ja, soms komen de Nederlanders ook naar Antwerpen en dan kan ik daar ook coachen soms. Ja. Is er een verschil in coaching van Nederlanders en Vlamingen? Hun job is ook anders. Wij zitten met televisie en zij zitten heel vaak met explainers voor kranten en zo. Ah, ja. Dus dat is echt wel iets anders ook. En heel vaak mensen zonder schermervaring die teksten schrijven en die dan ineens teksten moeten maken die je moet kunnen vertellen. Mm-hmm. En ja, dat is wel heel boeiend om te zien. Ja. Ja, dat is een andere manier van een tekst doen leven. Ja, voilà. Het is dat, hè.
Je moet hem doen leven. En je schrijft, een schrijftekst is ook iets anders dan een vertel. Allee, teksten. Ja. Dat zijn verschillende disciplines. En dan ook nog juist brengen met de juiste, ja, de juiste intonatie. Ik vind dat enorm belangrijk. Mm-hmm. De juiste klemtonen en zo. En ook de juiste non-verbale communicatie. Mm-hmm. Hoe sta je voor een camera? Hoe gedraag je je? Al dat soort dingen. Hè. En ben je streng? Ik heb dat onlangs eens gevraagd aan een paar mensen. Van, geef eens feedback op dat vlak. Ben ik streng? Ben ik te streng? Ben ik te soft? Vertel eens. En de meesten vinden wel dat ik... Maar ik ben ook geëvolueerd als coach. Ik denk als je de vraag aan de eersten gaat stellen, dat ik soms denk van... Die zijn allemaal gestopt met tv. Nee, dat zou erg zijn. Nee, maar ik weet wel dat ik een andere coach ben nu dan toen. En wat is het verschil? Ja, ik heb ondertussen veel meer ervaring en ik weet ook waar ik allemaal op moet letten en zo. Dus ja, er zijn al veel dingen die ik... makkelijker kan benoemen of waar ik sneller mee aan de slag kan. Nu, vroeger moest ik al eens eerder denken, omdat dat dingen zijn die je zelf doet. Maar dan denk je, ja, waarom doe je dat zo? En nu, ik heb er ook meer terug over gelezen. En dan komen mijn boeken uit de logopedieperiode soms ook nog heel goed van pas. En collega's die nog in het vak staan trouwens ook. Maar ja, dat is... ben ik streng? Ik heb dat onlangs nog eens gevraagd. En iemand zei, ja, ik vind jou best streng, maar het moet ook bij mij. Ah ja. Omdat als je niet zo die dwang hebt van, kijk, je moet hier naartoe werken en hier ligt de lat. En we gaan er tegen die tijd naartoe proberen te werken, dan zit daar geen druk achter en geen drive. Ja. Je hebt zo mensen die soms al moeten komen bij mij, die nog niet die drive voelen. En die pas na een tijdje echt voelen van, ah ja, ik moet dat hier echt gaan doen, dat is hier niet vrijblijvend, ik moet hiermee aan de slag. Of die zelf zich gaan frustreren van, goh, ik kan nog altijd mijn eigen stukken niet inlezen, ik wil dat echt beginnen te doen. En dat is vaak het moment waarop ze een versnelling pakken. Nou ja, oké. Uiteindelijk moeten ze het zelf willen. Ze kunnen alleen tools aanreiken en op dingen wijzen, maar ze moeten het zelf willen. En hoe ben je daar eigenlijk mee begonnen? Was dat dan zo toevallig dat mensen af en toe iets aan jou vroegen van... Ah, Birgit, hoe zou ik dit of dat doen? Of... Dat is eigenlijk al heel lang geleden begonnen, de allereerste vragen van coaching. Want ik wist dat niet, bijvoorbeeld. Ik heb je bij DPG nu leren kennen en ik wist niet dat je dat deed. Dus... Ja, de allereerste keren waren... Ik weet nog, de omroepsters op VTM. Er waren een aantal. Dus Tess Goossens, Elke van Helderen, die lichting. Was dat al lang geleden? Ja, dat waren zo de eerste, denk ik. En dan op de nieuwsdienst is die vraag ook op een bepaald moment beginnen te komen. En ja, dat is zo meer en meer geworden. En dat is nu een van de vier pijlers van mijn job gewoon geworden. Ja. En wat doe je het liefste? Of is dat net die afwisseling? De afwisseling. Ja. Ik vind die afwisseling heel fijn. Ja. En het is ook heel fijn om met jonge mensen te werken. Ik vind dat zeer inspirerend, tikkels. En vooral ook omdat je mensen beter mag maken dan ze zijn. En zo'n beetje, klein beetje polishen en dan zie je die opkomen en beter worden en hun ding gaan doen. En dat vind ik wel mooi om te zien ook. Maar podcast, ik zou heel graag even goed op die stoel zitten. Ja. Allee, we kunnen dat ook eens doen. Hè? Waarom? Ja, we kunnen dat eens doen. Dan kun jij zo mij voorbereiden en zo. Oh, ja. Okay, ja, gaan we dat eens doen? Ja, dat is goed. Ah, wel de laatste van het seizoen. Is goed. Gaan we dat doen, Birgit? Ja, wanneer is die? Ja, wat is dat? Ik ga tot eind juni. Ah, wel, why not? Gaan we dat doen? Ah, wel, dat is goed. Maar dus dat soort dingen, ik vind dat allemaal wel heel leuk. Ja. Ik vind podcast, dat is op mijn pad gekomen, gewoon omdat ik het zelf leuk vond om naar te luisteren. Ja. Ik dacht, goh, dat wil ik niet missen hier. Het is ook fijn om te maken, hè. Podcasts zijn geweldig. Het doet eigenlijk bijna denken aan radio ook, vind ik. Maar het is nog... Zonder de platen, hè, want daar heb je dan Spotify voor. Hè. Zoiets, ja. Maar ja, wat is jouw favoriete podcast? Heb jij zo bijvoorbeeld het liefste dat je hoort? De Kroongetuigen. Ja. Hé, dat was ook mijn lievelings, hè. Ja, veel meer gaan joggen en zo. Maar die mensen hebben miserie. Dus ik kan verder lopen. Vandaag. Ik snap dat niet. Ik heb dat al aan iedereen gezegd. Ik snap niet dat mensen die kunnen opzetten om te gaan joggen. Ah. Je hoort niks als er iets gebeurt. Je wordt toch compleet achterdochtig daarvan. Nee. Oh ja. Of zo in mijn auto. Maar ja, dat is... De auto wel. Maar dan luistert hij ook in stukken. Hè? Dus dan weten we van, oké, die mens is nu daar binnengebroken. Oké, ça va, wacht. Ja, ik moet me gaan douchen nu. Ah, en dan, als ik dan de volgende keer met een auto rijd. Dat zijn ook momenten dan dat je zo in je leven, dat je dat meepakt, hè, die moord. Ja, dat was eigenlijk ook wel een goede zet om dat als podcast... Dat is een collega van ons, hè, Niels de Vos, ja, dat is echt dat idee gehad, super slim, hè. Die werkte destijds bij het programma De Kroongetuigen en die hoorde al die geluidsbanden en zo. Die moest dan op den duur ook zo zeggen van, al bellend, ik ga nu naar mijn auto op de parking. Echt schrik. Ja. Maar ja, je weet het, het is true crime, hè. Het is niet om te lachen, het is echt. Hè. Ja, echte slachtoffers. Nee, met echte slachtoffers. En dat wil ik toch ook, daarom toen we die Kastaar daarvoor kregen en we hebben daar nog een award voor gewonnen, de Belgian Podcast Award, dan heb ik dat ook echt wel benadrukt. Want het is een hele fijne podcast. Maar het is ook
een podcast die gaat over levens van mensen, van echte mensen. En dat is iets wat je nooit mag vergeten, natuurlijk. Ja, vaak. Ja, de dingen die je hoort, die zaken, dat brengt ook altijd bij jezelf als luisteraar iets teweeg. Omdat je, ja, bijvoorbeeld als er een kind gestorven is of zo, dan, ja, die impact, ja, waar was ik op dat moment? Allee, iedereen heeft wel daar iets mee. En er zitten echt hele grote zaken bij die het land ook hebben doen, doen daveren soms. Hè. Dus dat zijn dingen die je ook nog wel weet. Mm-hmm. Ja, het is een van mijn favorieten. Hè. Ik snap het. Maar ik heb zelf maar geluisterd, dus ja. Ik vond het echt super om daaraan te mogen meewerken. Maar dan die podcast van de Sidekick Sam Academy, dat is weer iets totaal anders. Ja, dat is helemaal anders. Ja. Ja. Maar ja, dat is oké, hè. Allee. Ja, dat zijn gewoon... Dat is ook het leuke aan podcasts, dat je kunt een wereld creëren. Ja, zijn de onderwijs, zijn de moordzaken, het kan allemaal, hè. En dan de mensen die luisteren, kiezen gewoon wat ze... Dat is ook tof. Het is een positief medium. Als je het niet leuk vindt, hoef je niet te luisteren. Dat vind ik tof. Dus ik heb eigenlijk ook nog geen negatieve reacties gekregen. Ja, maar dat is toch leuk? Ja. Dat is anders dan bijvoorbeeld als televisie. Bijvoorbeeld. Als er een programma is op televisie, als je dan Twitter open doet, dat wil je gewoon als maker niet meemaken wat het daar allemaal op verschijnt. Ook al is het goed, hè. En ja. dat vind ik zo het fijne aan podcast. Denk dat is niche, hè? Niche, ja. Maar als het publiek jou lust, dan is het fantastisch. Ja, Frietcast, ja. De meeste mensen lusten het wel. Ik begrijp het ook volkomen. Zonder vlees, Birgit, maar... Dat is voldoende, hè, die frietjes. Ja, dat is mijn engeltje, hè. Ik vroeg mij dat af. Is dat eigenlijk een... Het is een engeltje, zeg jij. Ja, ik noem hem... Ja, het is eigenlijk een genderneutraal manneke, denk ik, vandaag de dag. Maar ik denk dat eigenlijk Jezus voorstelt. Ah, ja. En ik heb die een paar jaar geleden... in Frankrijk gezien in een antiek winkeltje. Nee, 2 jaar geleden. En op dat moment was ik eigenlijk bezig met... Ik wil starten met een podcast. Welke podcast zou dat dan mogen zijn? Hè? Wat is het idee? Wat is het onderwerp? En ik heb dat manneke gekocht. En ik kwam daarmee thuis. Want Herman was daar niet bij. Die was er niet bij. En die zei... Petra, Frietcast, wacht. Ik heb beneden nog van die tipzakjes staan. Maar het klopt helemaal. Dat past in dat ventjes en armpjes. Zo is hij geboren. En ik vind het ook zo tof met die roze letters daar. Ja, die neon is goed. Ja, ik droomde al heel mijn leven van de neon. Voilà. Dan ben ik maar gestart met een podcast. Dit is jouw droom. Ja, dat is... Een neon is wel leuk, hè. Ja, ik vind het ook. Ik vind dat wel iets hebben. Ja, absoluut. Maar dat is dan eigenlijk voor de podcast, als jij dan langskomt op het einde van het seizoen, hè. De making of, Birgit, bij deze al een voorproevertje. Oké, ik heb alleen thema. Wat denk jij dat het geheim is van true crime? Die vraag heb ik nogal gekregen. En ik denk dat dat echt verschillende dingen zijn. En een van de dingen is wat jij daarnet al aanhaalde. Van, dan ben ik aan het joggen en dan hoor ik dat en denk ik, het kan altijd erger. Andere mensen, dus dat is al een van de dingen. Mm-hmm. En ook een tikkeltje voyeurisme. Ja, misschien. Dat telt ook mee. Ja, en die adrenaline en het kicken op... Ja, het is een raar mechanisme, hè. Ja, dat is waar. Ik volg ook op Facebook een groep. Dat gaat eigenlijk over... Dat is, houses met died, iets Amerikaans. En het zijn allemaal huizen die te koop komen waar er ooit een moord gebeurd is. En dan schrijven ze daarbij wat daar gebeurd is. Kent je die pagina? Nee, ik ken ze niet. En ik ga er ook bij laten, denk ik. Ja, dat is zo. Ja. Je zult het maar kopen. Hè. Ik heb ooit een collega gehad die in zo'n huis gewoond heeft, waar dat het bloed nog tegen de muren hing en zo. Echt? Ja. Oei. En wat was er daar gebeurd? Een moord. Een moord, oké. Ja. En die wist dat niet op voorhand? Jawel, ze wisten het wel. Maar dat maakte deel uit van... Ja, daardoor konden ze een interessante prijs krijgen. Oké. Okay. Konden ze dat huis aan een interessante... Zou jij een huis kopen waar dat gebeurd is? Liever niet. Ja, ik weet het niet. Ja, je kunt dan wat van de prijs afdoen, maar dat maakt het ook weer zo... Maar je weet toch in heel veel huizen wat er ooit gebeurd is. Ja, als je het zo echt weet van... Hier, op deze plek, is die... Nee, heb jij ooit een nieuwbouw gezet? Of mm-hmm. Voilà. Jij maakt je eigen verhalen voor de volgende mensen dan. Ja, dat is wel waar, hè. Je weet dat toch niet, wat er gebeurd is. Maar dat is ook in hotelkamers en op vakantieadressen en zo, hè. Mm. Hotelkamers, dat vind ik echt wel vies, eigenlijk. Misschien is daar ook nog een podcast in. Dat is ook nog een goede podcast. Wat is er gebeurd in kamer 497? Bestaat dat al niet? Ik denk dat wel. Dat moet zal bestaan. Wel. Er zal wel iemand dat idee hebben. Nee, vooral met zo die lamp. Je hebt zo van die blauwe lampen dat je zo kunt... En ik heb al eens een paar keer gedacht, zou ik dat nu eens kopen op eBay? Maar soms weet je het gewoon beter niet. Mm-hmm. Dat is wel een beetje het feit.
Wat jij ook heel open over bent, is eigenlijk jouw man en zijn ziekte. Hij heeft een auto-immuunziekte. Hoe komt het eigenlijk dat je daar zoveel zo over vertelt? Ik was dat eigenlijk oorspronkelijk niet echt van zin. Maar hij heeft dat op een bepaald moment zelf gedaan, ook in de Humo ooit, bij Cherche L'Homme. Omdat hij die ziekte, als je die googelt, dan lijkt dat gewoon een ziekte voor vrouwen van 50 vooral, die behandelbaar is. Ah, echt? Maar ondertussen zijn we erachter dat wat hij heeft, is een zeldzame vorm daarvan, van een zeldzame ziekte in de ergste graad. Waar dus bijna geen onderzoek naar gebeurt. En hij heeft dat uiteindelijk gedaan. We zijn wel in behandeling bij verschillende... Ik zeg al we, dus om te zeggen hoe de impact van die ziekte is. In behandeling bij verschillende artsen. Een aantal mensen verstaan die ziekte ondertussen wel. Maar dat is een hele lange zoektocht geweest. En het blijft moeilijk. Lijkt een beetje woestijn. Ja, omdat het een ziekte is die op alles kan slaan. En het duurt... En dus hij heeft daarover in dat interview toen gesproken, in de hoop dat er artsen zouden reageren en zeggen van, ah ja, maar ik ken die ziekte goed. En er heeft inderdaad een arts gereageerd, daar zijn we naartoe geweest, maar die begreep waarschijnlijk de standaardziekte daarvan wel, maar niet wat er bij hem allemaal speelde. En we hebben bijvoorbeeld een cardioloog die nu heel goed weet wat er allemaal kan gebeuren en die dat helemaal goed kan plaatsen en zo. Maar het is inderdaad, zoals je zegt, woestijn. Het is een heel moeilijk iets. Want dat is al lang, hè? Dat is begonnen in 2015. Ja, voilà. Ja. Mai. Maar toen kreeg hij daar ook... toen ontdekte ze dat hij longkanker had ook. Dus dan kwam die longkanker daar ook bij. 5% kans om te overleven, maar daar is hij is bijna 5% gelukkige, dus... Als er mensen zijn die luisteren en die een percentage van een dokter hebben gekregen of zo, klamp u alstublieft vast aan de goede kant van het verhaal en laat u ook niet te zot maken door percentages. Ja, maar dat is wel... Maar ze zeggen dat wel, maar... Maar wij zaten... Ja, dan heb je het gevoel van 5%. Het is voorbij. Ja, het is... Maak je klaar voor... Kies maar muziek en zo, hè. Ik bedoel, ja, dat is ook gebeurd toen. Maar toen heeft binnen het slechte gamma een heel goed lotje getrokken, dus voilà. Allee, ja. Maar dat is wel goed. En hoe is het vandaag met hem? Ja, dat is een bizarre ziekte die heel veel gezichten heeft en die zich constant anders kan manifesteren. Dus dat is heel moeilijk om nog te zeggen, hoe is het? Ja. Het is bijna meer dat je zegt van vandaag is een goede dag of vanmorgen is goed begonnen of zo van die dingen. Omdat dat ook, je weet nooit hoe de dag gaat zijn. Je weet nooit echt? Wat is dat zo? Ja, ja, zeer wispelturig kan ook op heel veel verschillende dingen slaan. En hart is bij hem een van de dingen. Maar het kan ook op spieren slaan. Alleen hart is ook een spier. Maar het kan echt op zoveel dingen, verschillende dingen slaan. En dus, ja. Wat voor impact heeft dat op je werk gehad? Oh, ik heb al een paar keer gehad dat ik alles moest laten vallen en naar huis lopen. Dus jij is eigenlijk altijd stand-by? Ja. Jij gaat niet je gsm afzetten als je ergens bent, omdat je weet van... Nee, ik heb die altijd wel in de buurt om even te checken. Of ik stuur eens een bericht of ik check in of... Soms krijg ik zo berichten dat ik weet van... Of ik hoor het aan zijn stem dat hij in nood zit en dan moet ik alles laten vallen, dan moet ik gaan. Ja. Mooi. En wat doet dat als koppel met elkaar? Want ja, je bent een koppel, maar je bent ook wel mama en papa. En... Ja, maar eerst is er een grote liefde voor elkaar. Ja. En als je een goede relatie hebt, dan maakt het niet uit. Stel dat jij ziek zou worden, dan zou Herman ook dingen voor jou doen. Mm-hmm. Ik bedoel, je bent een stevig koppel, dus dan kan je wel wat aan. Het rare is ook dat, omdat er soms zo'n mottige dingen gebeuren door die ziekte, dat je juist heel kleine dingen enorm gaat koesteren en daar enorm op gefocust zijn, waardoor dat er heel veel moois ook naar boven komt. Dat is het bizarre aan die situatie. Maar heel veel mensen snappen niet wat een slepende ziekte is. En ik kan hen dat ook niet kwalijk nemen, want ik wens het ook niemand toe. Het zijn alleen mensen die het meemaken, die het begrijpen. Ja, jij wist dat daarvoor ook niet, hè? Maar nee. Ja, voilà. Ja, je weet wel, ziek, maar ofwel worden mensen beter en is het achter de rug, ofwel gaan mensen dood en moeten door een heel rouwproces, wat ook heel heftig is. Maar zo dat slepende, slopende van zoveel jaar, nee, dat maar dan moet daar toch ook wel inhakken dan bij dat jullie? Dat is ook. Oh ja, we hebben, ja, alleen al zo heel stom met een vakantieperiode. Mensen... En ik zeg het, ik neem dat ook niemand kwalijk, want mensen kunnen dat niet inschatten. Die zeggen dan, op congé binnenkort? En dan denk je, nee, dat is helemaal niet evident om op vakantie te gaan. Ja. Last minute hebben ze dan voor u uitgevonden?
Of doe je dat zelfs ook, Danny? Zelfs dat is moeilijk. We zijn 2 jaar geleden nog eens echt op vakantie geweest, maar dat was met heel veel moeite en alle voorbereidingen en zo. En tot een week voordien zag er nog uit dat het niet zou lukken. En daarvoor was het 6 jaar geleden dat we op vakantie waren geweest. Dus zelfs dag uitstappen of ergens naartoe, dat is allemaal niet zo evident. Nee. Nee. Gaat uw agenda leeg, maar je ziet dan van wat er komt. Ja, op restaurant gaan kan bijvoorbeeld vaak nog wel. Maar zo, ja, echt dingen doen die de meeste mensen normaal vinden, dat zit er heel vaak niet in. Maar ook, weet je, je standaard wordt ook anders. Mm-hmm. En als je weet van het kan niet anders, dan pas je je daaraan aan. En soms denk je wel eens, oh shit, ik zou daar eens willen zijn of daar eens willen zijn, maar het is wat het is. En meer frustratie hoef je er niet bij te hebben. Mm-hmm. Het is leren omgaan met, en dat is iets wat iedereen krijgt dingen op zijn bord in zijn leven, welk thema dan ook. Het is alleen hoe ga je daarmee om? En dit is zo'n hele grote, en gelukkig is mijn man een halve Aziat, met een hele grote wilskracht. En hij heeft zelf ooit, is Nederlands kampioen karate geweest in zijn gewichtsklasse en is echt getraind geweest door een Japanner. Dus hij heeft een zeer, zeer zware scholing gehad op dat vlak. En ook dus lichamelijk heeft hij heel veel geleerd ook. En door pijnen te gaan en er door te bijten en zo. En ik heb het idee dat hem nu ook heel goed van pas komt. Plus ik heb de kracht van de menselijke geest echt zeer hard leren kennen de laatste jaren. En hoe is dat bij jou? Ook, ik ben ook veel sterker geworden dan dat ik dacht. En ook bij onze zoon is dat ook zo. Ja, want voor hem is dat eigenlijk iets wat zijn leven, eigenlijk zijn jonge jaren, dan gekleurd heeft ook. Hè? Ja, absoluut. Dat is ook anders dan dat hij ziet waarschijnlijk bij vrienden op school. Of... Ja. Ja? Ja. En dat lukt ook wel. Het is maar net wat je referentiepunt is op een bepaald moment. En de rest weet je bijna niet meer. Nee. En elk nadeel heeft zijn voordeel, is bij ons een van de vaste... Dat zou bij ons op een tegeltje kunnen staan. Maar dat is ook wel, want bijvoorbeeld... Ik heb nooit vrij moeten nemen in examenperiodes om er te zijn voor onze zoon, omdat mijn man toch altijd thuis was. Ja. Ik heb heel vaak dingen kunnen blijven doen voor het werk, omdat hij toch thuis was. Dus ik moest geen opvang zoeken of ik moest niks voor de hond regelen of honden regelen. Dus elk nadeel op zijn voordeel is ook wel waar gebleken heel vaak. Ja, ja, je zou het wel graag geregeld hebben, hè? Mocht dat? Ja, tuurlijk. Het zou ook geregeld geraakt zijn. Maar soms is dat gemakkelijk ook. Ja. Dat je denkt van, oké, ik kan dat doen omdat er toch verder geen problemen zijn die we moeten oplossen of zo. En hoe kun jij in je hoofd zo even resetten? Dat je zegt van... Stel, het is uw dag niet geweest op het werk en thuis ook niet. Maar doe je dat dan? Ik laat het nooit een volledige dag zijn. Ah ja. Het is een uur of het is een moment of het is een... En dus ik ben heel goed geworden in te luisteren naar mijn eigen gedachten. Van wat ben ik hier aan het zeggen tegen mezelf? En helpt dit mij of helpt dit mij niet? En om mezelf een schop onder de kont te geven als het nodig is. En wat mij ook ongelooflijk helpt, is honden en de natuur. Ja. En sporten en zo, van die dingen. Dus echt uitlaatkleppen hebben. En jij bokst? Kickboksen, ja. Ja, ik heb het al gezien. Maar dat is eigenlijk gekomen met het karate. Otis heeft ook een tijd op karate gezeten. En dat was een spin-off. Ze wilden die jongeren ook laten boksen. En pas van dat de mama's in het begin op de bank zaten te kijken, zeiden ze, mama's, zouden jullie niet meedoen? En dan hebben wij gezegd, oh ja, waren mijn man of 5 toen? En zo is dat eigenlijk begonnen en dat is dan groter en groter geworden. En op een duur zijn wij veranderd. We zijn nu bij iemand die zelf 10 of 14 jaar prof gebokst heeft, een vrouw. En daar volgen we nu in zeer beperkte kring les bij en dat is heel fijn. Oh, dat is wel tof. Ja. Dat is ook zo echt met een groepje mensen die je kent. Maximaal 3. Echt? Mm-hmm. Oh, dat is wel... Ja, dan kun je ook intens... Ja. Want ik heb dat ook eens gedaan, maar dat was zo, ja, groepslessen en dat is veel te groot. Ja, dat hebben wij ook en gedaan. En ook zo met die echte boksers tussen. Ik dacht, en dan vloog daar een teenagel en zo. Ik dacht, ja, dat is hier mijn ding. Dat snap ik. Nee, bij ons was dat zo allemaal binnen dat van die karateclub. En dan was er ook nog een andere les waar mensen die kickboksten. Maar Otis was mijn vaste partner natuurlijk om te boksen liefst. En op den duur ben je op elkaar ingesteld. En doet hij dat nu ook nog? Ja. Ah ja, oké, okay, ja. Goed. Maar hij is natuurlijk uitgegroeid tot een grote man met serieus wat kracht. Dus ja. Hij zit niet meer in uw gewichtscategorie. Dus je moet met iemand anders. Hij zit er al boven. Nee, maar we zijn zo op elkaar ingespeeld dat je zo elkaar wel kent. Maar hij is natuurlijk
sterker en sneller en weet ik veel wat. Dus hij kan zich soms echt wel afreageren op de boksleerkracht, omdat hij zelf echt prof gebokst heeft. Hè. Dus dat is iets anders. Ja, ja. Maar dat is wel tof dat hij dat met je zoon doet. Ja, ja, dat is wel fijn. Ja. Ja. Een goede band dan ook, ja. Lijkt mij. Ja, dat is wel fijn. Hoe oud is hij nu ondertussen? 18. Ah ja, dat zit ongeveer in dezelfde... Dat is waar, ondanks... Ik had... Oh, my, Birgit. Dingen, rijles. Dus Roos heeft zo'n aantal uren gevolgd. Ja, hetzelfde. En? Ik heb daarna mijn nek moeten... Ik heb er zo'n kersenpittenkus moeten inleggen. Van de spanning. Ja, maar dat is toch ook heel spannend. En je kan niet ingrijpen. Nee, niks. Dus we hebben... Daarom heb ik het toch maar even via de rijschool eerst. Ja, ik ook. Maar dan, ja, wij hebben ook automatiek wagens. Ja, dus wij doen dat nu met een cambio. Omdat, ja, ik wil dat ze ook leert schakelen. Identiek. Omdat ik denk, als je op een luchthaven komt, ja, dat hebben ze niet altijd. Echt knalt zo. Ja. Dus dan zit ik daar zo in die cambio. Ik ken die auto ook niet. Zo met mijn hand op die handrem. Ik kan me dat zo goed voorstellen. En jij het ook al gedaan, of nog niet? Dat is voor zeer binnenkort. Ik vroeg gisteren, van, zullen we een eindje gaan rijden? Oh, mama, vandaag echt niet. En ik dacht, oké, dat is voor de volgende keer. Ik vind het wel pittig. Maar allee, de eerste keer, ik heb het 2 keer al gedaan. En nu ben ik blij dat ik mijn voet heb gebroken. Dat ik even zo'n excuus heb dat ik alleen Herman kan sturen. Ik dacht dat aan mij lag. Ik ben blij dat jij dat doet. Ja, ik vind dat toch wel... Ja, je kan niet ingrijpen, hè. Nee, je kunt niks doen. En ja, je ziet ook die auto's zo aan je kant ook veel te dicht. Maar allee, pas op, ze kan het wel al, hoor. Allee, dat wel. Maar ik vind dat wel... Dat, ja, het gaf mij weer zo'n confrontatie dat het weer zo'n fase is. 18, maar dat is echt iets, hè. Ja, maar zij is al 19, hè. Ja. Maar dat is zo. Ineens zijn ze meerderjarig. Ineens is er, als ze normaal opgeschoven zijn, het hoger onderwijs, als ze daar ook aanleg voor hebben. En dan die rijlessen en zo, dat is zo ineens al kapot gaan. Lief en ja, zo al die dingen. Wel ook interessantere gesprekken, vind ik wel. Dat vind ik wel tof aan ouder, jammer kinderen. Ja, maar gelukkig is het niet alleen dat de balans zo gaat. Hè. Het is een beetje in even. Kunt je makkelijk, want ja, die auto is voor mij wel zo weer een volgende stap in het loslaten. Is dat iets wat je makkelijk kan? Ik vond op kot gaan wel een les in loslaten. Ja, ook. Dat was zo ineens. Dat was 18, boom, baf. Oeh, de deur uit. Oké. En het is hem van harte gegund, hè. Ja. En je voedt je kinderen daar ook toe op om zelfstandig te kunnen zijn. En dus eigenlijk moet je applaudisseren dat het gelukt is. Maar ja, het is wel... Mijn kind is ineens weg. Leeg nestje. Oeh, nu al? Leeg nestje, dat kan toch niet? En waar zit hij? Waar zit hij ergens? In Brussel. In Brussel. Ah, ja, ja. Dat is niet zo ver van waar je woont dan. Toch wel al 3 kwartier rijden. Oké, goeie excuus. Ja. Moeder neemt het op voor zoon. Ja, dat is keigoed. Ja, maar nee, ik snap het volledig. En ik snapte zijn vraag ook om op kot te gaan. Ja, René ook. Dus wij hebben daar ook totaal geen moeite mee dat hij op kot zit. En nee, maar het kotleven is ook wel... Allee, ik denk, eigenlijk uiteindelijk leert je daar denk ik het meeste van. Lijkt mij. Zelfstandig worden op alle vlakken, hè. Ja. Ja. Maar lessen in loslaten... Sommige dingen gaan goed, maar af en toe hebben we toch zoiets van... Oh. En dus als hij nu terug was komen blokken thuis, vonden wij dat wel prettig dat hij wat thuis had te blokken. Dat je zo eens een kiwi kunt brengen en zo. En dat hij netje zo even terug compleet is. Zo, ja. Dat je zegt, oh, ja. Ja. Denk je dat je daar last van gaat hebben, van het lege nest? Ik weet het niet. Ja? Ik weet het niet. Dat is er... Allee, ja. Je kinderen, ja, die zijn er altijd geweest, hè. Dus dat is zoiets... Ja, maar dat zit 18 jaar tussen. Dus toen de vorige 18 werd, is dat minder hard binnengekomen omdat we met een baby zaten. Maar nu was het deze 18. En dan hebben we zoiets van, oké. Ja. Ik vraag me dat ook af zo van. Ja. Maar misschien is het ook alleen nodig of zo op een gegeven moment dat je denkt van, ja, het klopt wel of zo. Want mijn moeder, denk ik. Heb heel liefhebbende ouders. En mijn moeder zei altijd, op je 24e, als je niet buiten bent, dan zetten we je buiten. Maar toen dacht ik zo, allee, mama, wat zeg jij nu? Maar het is ook tijd dan om te gaan. Ja. Het is ook tijd om je vleugels uit te spreiden dan. Dus ik snap, achteraf dacht ik, ja, ze heeft overschot van gelijk. Was dat ook de leeftijd dat jij bent buiten gegaan? Dat was vroeger weg. Vroeger, ja, ik ook. Ja. 21, denk ik. Ja, ik ook. Ja, voilà. En we waren met 3 thuis, dus dat is ook een eentje die al getrouwd was op dat ogenblik en een ander die op kot was, dus, allee. Ja. Ja, ik heb ooit eens een reportage gemaakt over lege nest. Bij mensen die dan een leeg nest hadden. En dat kwam bij die mensen wel binnen. Zo van, ja. Omdat je, ik denk als koppel, dat je dan op elkaar nog meer terugvalt. Ik wou het net zeggen. Als je geen goede relatie hebt, dan denk je dat de hel is. Ja. Ja. En hoe is dat bij jullie? Zitten ze nog thuis allebei? Ja, ik heb een dochter van 17 en 19. Ja. Dus ja,
Die zitten nog thuis. Kot en zo. Nee, en ik zeg ook heel de tijd, blijf maar lang thuis. Ja, Roos heeft vorig jaar een kot, op kot gezeten in Gent, maar ze is nu teruggekeerd naar Antwerpen. En daarom, ja... Ik zie u glunderen. Ja, ik was wel blij. Ja, dat is niks voor u, Roos, die richting. Het was echt iets dat ze alleen maar hier kon doen, dus... Ja, maar dat kot, ik vond dat op zich ook wel fijn, omdat... Ja, dan breng je die daar naartoe en dan kunnen ze iets gaan eten samen nog. Ja. Voordat, en onderweg nog een goed babbeltje. Een babbeltje doen, ja. Ja. Kotje inrichten ook en zo. Ja, ik vind dat wel... Ja, het heeft wel iets, maar ik vind het ook niet erg als ze thuis zijn. Ik zal het zo zeggen. Voilà. Nee, maar dat is eigenlijk de ideale situatie eigenlijk. Ja. Hoe het is als je elkaar goed begrijpt en als je goed overeenkomt. En ik denk dat ze daardoor misschien ook wel beseft heeft dat die eigenlijk wel ook... ça va is. Dat die ouders toch nog wel meevallen. Ja, want in de puberteit kan dat soms zo wel botsen en dat zo. Dat kan schuren, ja. Was dat maar bij dat is ook oké, vind ik. Bij hem viel dat mee, omdat we zaten ook al met die ziekte, hè. Ah ja. Dan is hij ook rap volwassen, waarschijnlijk, ja. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo... Je hebt niet zoveel ruimte om echt te puberen dan. Nee. Och, arme. Maar ik vind het ook wel, wat dat betreft... ik ga niet over het leven van mijn stiefzoon spreken, omdat ik dat zijn privacy vind. Mm-hmm. Maar dat is, om het even heel oneerbiedig te zeggen, een kladbladje geweest. Zo fouten die je daarmee hebt gemaakt, dat je zegt van, die fouten gaan we niet opnieuw maken. Ja. Nu, gelukkig hebben we dat wel kunnen zeggen, want sorry als we daar een beetje uit een bocht gevlogen zijn. Dat is helemaal oké. Maar in het begin, als je dan zo ziet dat pubers bepaalde gedragingen stellen, dan pak je dat in het begin heel persoonlijk. Terwijl je zegt, nu met een tweede zeg, dat is de puberteit, laat die maar doen. Ja. Of zelfs met die podcast van Sidekick Sam, als je in een school bent en je ziet daar een bepaalde attitude of bepaalde... Dan herkent dingen, je dat. Dan denk je... Je kunt mij absoluut niet stakken, want dit is normaal. Hè? Ik ga er niks van zeggen, want dit is absoluut normaal wat jij aan het doen bent. Dus voilà, dat is in orde. Doe maar. Ja, voilà. En dan, komen er ook geen frustraties, dan komt er niet een opbod van... Ja, een tweede heeft het eigenlijk, denk ik, altijd wel wat makkelijker. Als de eerste het wat heeft uitgangen. Maar als de eerste heel braaf is en de tweede heeft het meer, dan is het iets anders. Dat kan ook. Kan ik niet van meespreken. Ik weet het niet. Allee, ja. Dus, iedere situatie. Ja, dat is waar. Zeg, en hoe lang... je bent toch al van leeftijd, van 55 jaar. Wij schelen 10 jaar, eigenlijk. Ik ben van 79. Ik ben van 68. Ik verjaar binnenkort, hè. Dus ik ook. Even. hoe ziet jij jezelf in de media? Heb je het gevoel dat je vandaag de dag beter ouder kunt worden als vrouw in de media? Of is dat nog altijd... Ik mag het hopen. Een moeilijke... Ik mag het hopen ondertussen, want in onze buurlanden is dat dus geen issue, hè? Nee. Bij Nederland eigenlijk niet. Kijk eens naar Frankrijk en... Allee, er zijn zoveel voorbeelden, dus ik mag hopen dat België toch ondertussen meedoet. En ja, ik heb nog altijd een programma, dus ik... Is dat ook iets waar je zelf ook kunt druk op leggen voor andere mensen ook? Van... Ik hoop het. Ja. Ja, ik hoop toch wel, want er zijn niet zoveel vrouwen van boven de 50, denk ik, in een commerciële zender die bij een commerciële zender die een job hebben gehad, denk ik. Nee, eigenlijk niet. Dus als je op... Gertie? Ja, ik weet niet hoe oud zij was, tot wanneer zij heeft gewerkt. En gelijk Mimi Smit. Ah ja. Die was ook al wel van wat leeftijd, niet? En de bomma van familie, Annie? Dat is echt... Dat vind ik super, hè? Het ultieme voorbeeld. Dat is echt het ultieme voorbeeld. Maar ik hoop dat niet meer aan de volgende generatie gevraagd moet worden. Mm-hmm. Ja, maar toch blijft het nog altijd... Als ik zie zo binnen die bedrijven, blijft dat nog altijd wel zo... De mensen die aan de knoppen zitten, zijn vaak toch mannelijk, lijkt mij. Weet je, ik durf daar niet zo direct uitspraken over te doen, zo. Maar ik vind wel... Je hebt jongeren nodig die moeten opkomen en jongeren moeten de nieuwe vibe van deze tijd kunnen brengen. Ja, maar je hebt ook de anderen nodig. Mm. En die mix is nodig, denk ik. Ja, omdat dat ook de maatschappij is. Voilà. Lijkt mij. Ja. Ik vind dat wel logisch. Maar ik hoop dat we binnen 10 jaar, als de Fritcast nog bestaat, dat die vraag ook niet meer moet gesteld worden. Maar het is wel iets dat ik ook zelf merk. Ja, ik ben ook een vrouw en ik werk ook in de media. Heb je toevallig van het weekend de Nina gezien? Nee. Dat ging dus over vrouwen van 50 en in de theaterwereld. Ja. En acteurs, actrices eigenlijk. En die hadden het er ook over, dat bepaalde rollen niet meer voor hen zijn en zo. Maar dat wil niet zeggen dat er
in mijn ogen toch niet nog jobs zijn die fantastisch kunnen zijn en die wel volledig bij u kunnen liggen. Mm-hmm. En zo. Het is niet omdat daar ineens een 5 voorkomt of zo, dat je ineens al je capaciteiten kwijt zou zijn. Of zo. Dat zou te belachelijk zijn voor woorden. En dat weiger ik te geloven, zoiets. Dus er moeten dingen zijn ook. Dat kan niet anders. Ik geloof ook nog wel in de uniekheid van mensen. Van figuren dat je denkt van... Ja, bijvoorbeeld Jacques Van Assen, bijvoorbeeld. Dat is iemand die ook... Ja, die blijft. Dat is zijn leven, hè. Die is... Maar dat is ook zo'n natuurlijk talent. Maar je hebt niet zoveel mensen die er ook zo uitzien. En ja, oudere mensen die ook nog kunnen acteren. Allee, dat is ook uniek, hè. Mm. Dus ik denk wel... Allee, ik geloof wel dat dat stilkens aan het veranderen is. Ik hoop het. Ik hoop echt dat de maatschappij anders gaat kijken naar mensen van een bepaalde leeftijd. Omdat die leeftijd ook komt met wijsheid. Mm-hmm. En... Als je naar de geschiedenis van mensen gaat kijken van een bepaalde leeftijd... Daar is ook een podcast over gemaakt, over de laatste getuigen van de oorlog bijvoorbeeld. Ja. Ilse Himschoot heeft die gemaakt. Dat is... Als je kijkt naar wat die mensen hebben meegemaakt en de veerkracht dat die moeten aan de dag leggen. Zeker op zoveel domeinen van hun leven. En ook met het aantal mensen dat al is weggevallen in hun leven en zo. Daar kun je toch alleen maar respect voor hebben dat die overeind blijven. Dat die blijven gaan en zo. Ja, dat is waar. En op wat voor een manier. Dus ik vind dat eigenlijk... Dat mensen respect verdienen ook. Absoluut. En ze verdienen ook een cadeau. Ah. Oei, zit ik in die categorie? Dat zijn geen pralinen of druiven of zo. Ja, je weet dat, Birgit. Dat is hier altijd mijn cadeautje. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Het is een t-shirt met daarop iets heel speciaals voor jou. Dank je wel. Je bent toch presentatrice, dus vandaar. Ik presenteer je een frietje. Ah, dat is tof. En een mooie kleur ook. Ja, ja, tof. Anthracietkleur is mijn lievelingskleur eigenlijk. Ik presenteer je een frietje en ook dingen die in de wereld gebeuren. Hè, dat is wat jij doet. Hè. Dus heel tof, dank je wel. Blij mee. Ik hoop dat jij me gaat aandoen als je eens gaat wandelen. Of, Ik kies een bewijs sturen. Ja, stuur me een bewijs. Ik wil het weten. Ah, de keer dat ik u ga interviewen. Als ik op voilà, dat is goed. Dat is goed. Hou er maar bij dan. Het is in juni, dus het zal warm genoeg zijn. Hè? Voilà. Ja, dan kan het hier heel warm zijn. Moeten eens nadenken over airco. Dan doen we daar een bikini onder. Dat is goed. Dan dragen we geen broekje, alleen zo'n bikinibroekje. Dan is de camera hoog genoeg staan. Ja, dat is goed. Ik wil u heel hard bedanken dat je er was. Graag gedaan. Ik heb er echt van genoten. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Leuk. Het was leuk, een babbel. Ja, het was echt tof. En ik gun u binnenkort nog eens een frietje. Ja, ik heb er gisteren nog gehad. Ah, ik ook. Voilà. Goed, great minds. Mayonaise. Dikke merci en tot de volgende. Ciao. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.